Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom terug bij dit gloednieuwe seizoen van Onder Vuur. This bittersweet heat is suffocating. En ik begin dit gloednieuwe seizoen met sorry zeggen. En ik wil sorry zeggen voor iets wat niet klopt in het volgende stukje. In Amerika weten we nu eindelijk wie er kans gaan maken op het worden van Amerikaanse president. Het wordt of een totale maloot, of Guantanamo Bay blijft nog eens 4 jaar open en dat moeten we ook niet willen. Voor de mensen die het stukje niet konden volgen omdat het te langzaam ging, in dit stukje zeg ik of de volgende president van Amerika wordt een totale maloot, of Guantanamo Bay blijft nog 4 jaar open. Maar het was niet of, maar en. De volgende president van Amerika wordt een totale maloot en Guantanamo Bay blijft nog 4 jaar lang open. En dan vraag je je af, hoe komt dat? Nou, laat mij jou terugnemen naar 2001. Dat kan helaas niet, dus daarom ga ik erover vertellen. In 2001 richtte president Bush na de aanslagen op 9/11 een gevangenenkamp op Cuba. Mocht je daar meer over weten en zo, dan raad ik jullie de Lubach-uitzending over Guantanamo Bay uit seizoen 4 aan. Hij heeft wel 4 seizoenen, dit is nog maar mijn 2e seizoen. Maar die is daar heel nuttig over. Kort samengevat, een gevangenenkamp op Cuba in plaats van op Amerika. Want, wat is daar nou het voordeel van? Iedereen denkt, hey, het is rechtvaardig als bepaalde mensen niet de doodstraf krijgen zonder dat we iets tegen ze kunnen bewijzen. Want hey, straks maak je nog een onschuldig iemand dood. Maar toen dacht Amerika, ja, dat is wel rechtvaardig, maar ook niet heel handig. Want soms heb je gewoon geen zin in jarenlang onderzoek. En dan kan je beter iemand helemaal martelen en dat soort dingen. En dat gebeurde daar in Guantanamo Bay. Op Cubaans grondgebied. Dus Amerika die kon zeggen, ja, ho, wij zijn het niet. Cuba is het. En dan denk je, Cuba, leuk land. Het is nog steeds communistisch. En we kennen dat van de Cuba-crisis. En toen. Bush die ging uiteindelijk weg. Waarom, weet ik niet. Maar hij was opeens zo, poef, weg. Ik snap dat dus niet. Dan word je gewoon weggestemd en dan ga je ook gewoon weg. Wat is dat serieus voor oude traditie? Je wordt weggestemd en dan zeg je, oké, dan ga ik maar. Dan maak ik ruimte voor de volgende. Echt niet te begrijpen, jongen. En nadat Bush weg was, kregen we 8 jaar lang president Obama. En als ik iets negatiefs over president Obama zeg, dan springen 17 miljoen mensen bovenop me, want ze zijn allemaal fan van Obama. Heel Nederland is Obama-fan. En ik vind ook, ik mag hem over Guantanamo Bay niks meer kwalijk nemen. Maar dan wil ik graag kijken naar deze foto van 8 jaar geleden. Oké, die linker die kennen jullie allemaal. Dat is president Obama. En die rechter ga ik jullie niet vertellen wie dat is. Nee, ik ga het gewoon echt niet vertellen. Oh, ben ik nu een beetje kinderachtig? Ja, misschien wel. Nee, maar ik ga het niet vertellen. Oké. Als jullie het zo graag willen weten. Degene die rechts naast hem staat is Joe Biden. En laten we het zo zeggen, Obama die kunnen we nu niks meer kwalijk maken. Die is geen president meer van Amerika, want dat is Donald Trump op dit moment. Maar Biden die ziet er wel uit alsof hij een mannetje is, wat in januari wel president van Amerika wordt. Dus, dat mannetje heeft destijds samengewerkt met Obama, toen Guantanamo Bay nog open was. En dat is nu nog steeds open. Dus, of Biden is groot voorstander van Guantanamo Bay en daarom is het nog open. Of hij is er niet in geslaagd dat kamp dicht te krijgen destijds. En laten we dan het eerste meteen vergeten. Joe Biden is vette tegenstander van Guantanamo Bay. Toen hij voor de verkiezingen meedeed, zei hij dat Guantanamo Bay gesloten zou worden. Dat stond in hun verkiezingsprogramma. Obama was daarvoor, Biden ook. En 4 jaar lang hebben ze dat geprobeerd en dat is niet gelukt. Maar gelukkig hebben we in Amerika de geweldige wet dat je een tweede termijn kan krijgen. Dus Obama en Biden, die gingen weer samen staan en die zeiden, vrienden, makkers, maten, neven, mogen wij toevallig nog een termijn? En het Amerikaans volk zei, ja prima, als je Guantanamo Bay dan wel dicht doet. Dus daar gingen Obama en Biden, Obama als president, Biden als vicepresident, nog weer 4 jaar lang presidentje spelen? Dat is een beetje denigerend gezegd misschien. Maar in ieder geval, presidentje spelen. En toen kwam 2016.
Obama ging weg. Waarheen weet ik ook niet. Eigenlijk best raar dat hij gewoon zei, ik ga weg. Dat hij gewoon weg moest en dan dat hij ook gewoon wegging. Misschien heb ik dat al een keer gezegd. En Biden, die was ook opeens, poef, nooit meer iets van gehoord. Die is gewoon weg of zo. Geen idee waar die nu is ook. Niet heel belangrijk of zo. Geen belangrijk persoon meer. Want Donald Trump kwam aan de macht. En zoals jullie mij kennen, ben ik enorm fan van Donald Trump. En vooral van zijn partij. Dus ik wil graag zijn partij één vraag stellen. En dus wil ik graag aan iemand van de Republikeinse Partij, de partij van Donald Trump, vragen waarom Guantanamo niet dicht kan. Nou, Donald Trump zelf kon ik niet bereiken. Ik heb hem een paar keer gebeld, maar het was iets too close to call. Dus toen dacht ik, ik ga een goede vraag stellen aan een van de senatoren van de Republikeinse Partij. En ik dacht even na, wie is nou een handig persoon om de vraag aan te stellen? En toen dacht ik, Tom Cotton. En niemand van jullie kent Tom Cotton natuurlijk, maar Tom Cotton is senator voor de Republikeinse Partij. Dus hij is een heel belangrijk persoon, dus het lijkt me geweldig om aan Tom Cotton te vragen, Guantanamo Bay. Dus ik dacht, ik formuleer een mooi vraagje. Dus ik vroeg onze goede vriend Cotton de volgende vraag. Wat u betreft, Senator Cotton, moet Guantanamo Bay gesloten worden? Of mogen de gevangenen van Guantanamo rotten in de hel en zolang dat niet lukt, rotten in Guantanamo Bay? En daarop kreeg ik het volgende antwoord. As far as I'm concerned, every last one of them can rot in hell. But as long as they don't do that, then they can rot in Guantanamo Bay. Natuurlijk vinden jullie Senator Cotton nu een ontzettend sympathieke man. Ik ook. Maar het is wel duidelijk. In de tijd van Donald Trump gaat Guantanamo Bay niet dicht. Beetje jammer misschien. Beetje heel erg jammer misschien. Want ik vind dat gewoon echt heel jammer. Daar zitten een paar onschuldige mensen en die worden af en toe neergeschoten en dat soort dingen. Dat is niet heel chill of zo. Dus ik vestig mijn hoop op een nieuw persoon. Namelijk Joe Biden. Want terwijl ik net 2 minuten geleden nog dacht dat hij volledig uit de picture was, wordt hij nu misschien wel president. En dus ik dacht, misschien heeft Biden wel iets te zeggen over Guantanamo Bay. En dus ik dacht, Biden heeft 8 jaar lang gestreden voor het dichtkrijgen van Guantanamo Bay. Het is niet gelukt. Misschien een beetje jammer. Het was zijn topic wel. Het was een beetje zijn kernpunt. Het is niet gelukt. Maar nu heeft hij eindelijk de kans. En ik werd eigenlijk meteen fan van die man. Ik dacht, Joe Biden, een leider voor iedereen, wil Guantanamo Bay dicht. En hij heeft natuurlijk geleerd van zijn fout. Want hij zei namelijk bij de eerdere 2 verkiezingen het volgende. Dat hij niet zou specificeren hoe hij het dicht zou krijgen, maar het wel dicht zou krijgen. En toen dacht ik, waarschijnlijk heeft hij nu een volledige strategie uitgedacht. Dus ik las een interview met hem met de New York Times. Wat begon met dat Biden, als hij president zou worden, Guantanamo Bay zou sluiten. Dus ik zat gekluisterd voor het artikel. En ik dacht, hoe gaat hij dat ooit doen? Dit is het spannendste uit mijn hele leven. En Biden zei hierover het volgende. Ik weiger te specificeren hoe ik het zal doen of wat ik zal doen met de 40 mannen die daar als oorlogsgevangenen worden vastgehouden. Inclusief de mannen die beschuldigd werden van het beramen van de aanslagen van 11 september 2001. Oftewel, Biden, je hebt 8 jaar lang de kans gehad om Guantanamo Bay te sluiten. En nu krijg je opnieuw 4 jaar de kans om Guantanamo Bay te sluiten. En nog steeds heb jij geen plan gemaakt hoe je het wil gaan doen. Dus ik roep uit de grond van mijn hart op, Biden, bedenk alsjeblieft 1 plan om die Guantanamo Bay gevangenen te helpen. En tot die tijd, zolang Trump nog president is, wil ik graag de gevangenen van Guantanamo Bay de volgende boodschap geven. As far as I'm concerned, every last one of them can rot in hell. But as long as they don't do that, then they can rot in Guantanamo Bay. Leuke man. Leuke man. Kritisch, maar toch fair. En dat was alweer de eerste aflevering van seizoen 2 van Onder Vuur. Laat even weten hoe je het vond. Reageer hieronder. En volg mij op Instagram @HarmFrodoVisual. Tot ziens. Tot later.